Goedendag dames en heren crypto traders, welkom bij de altcoin van de week, oftewel de cryptocurrency trade van de week. Ik zie een hele leuke DeFi coin en dat is ZEROX met de ticker ZRX. Het um, is um, op plaatsnummer 41 uh, genoteerd. Op CoinMarketCap heeft de cap van ruim 400 miljoen dollar, dus dat is best wel uh, mooi, 438,3 miljoen. Nou, we zien dus dat er een, een behoorlijke slide is geweest in de waardering sinds de top in 2018. Dat nou, was meer dan 2.40, is meer dan ja, gedecimeerd. Noteert nu iets van 50 dollar cent. Nou, als we dan nou gaan kijken op um, de website zelf. Het um, ja, is in ieder geval Zero X, die heeft een aantal um, ja, uh, mooie projecten lopen op hun platform Raider Paradox, Star uh, Legend Dex. Imoon, e Instax, LakeTrade en zo, die uh, zijn allemaal daarop uh, genoteerd. En um, ja, welke producten hebben ze allemaal? Ze hebben, uh, ja, een beetje je technisch verhaal. A single integration point to access all dex liquidity, oftewel decentralized exchanges. En um, ze willen ook crypto uh, voor iedereen heel erg, eenvoudig maken. En ja, ze hebben een access token marks permissionlessly. Nou goed, ik zou kijken. Ik zou zeggen, ga ik ga rustig, rustig kijken op hun platform. Ze hebben ook een heel mooi videootje. Wat Zero X is doing. Nou, een heel mooi promoplaatje natuurlijk. Maar goed. Uh, ik vind het juist interessant om te kijken op coinverse.com. Althans, op de app is er ook uh, te handelen. En dit is wel mooi voor 30 cent uh, aan transactiekosten kun je die heel makkelijk uh, vinden. Zero X. En die noteert iets van. Um, we kijken 50 eurocent ook. Dus als je nou iets van 50 uh, uh, eurotjes wil inzetten. Dat doe ik als eerste instantie. 96, 97 stukjes. Dus dat is uh, mooi. Normaal gesproken doe ik 100 dollar. Ook voor de swing trading portfolio. Nou we zien dus een behoorlijke spike up. Dat uh, hadden we gezien in augustus. nu wat teruggevallen. Naar, van 1 teruggevallen. 50% retracement. 8,7 dollarcent. Nou, als we dan gaan kijken op de dagkoers met de Trade Navigator, nou, dan zien we dus een schoolvoetende buy signal na de behoorlijke run erop. Dus uh, ik zou zeggen: ga eens dus kijken op coinbase.com. Ik weet niet of het op Binance is genoteerd, maar wel op Coinbase zie ik. En nou, als je nou gaat kijken naar de uh, 240 minuten, dan is dit ook wel een uh, aardige downtrend. Maar met een stoploss onder de 40 cent. Ik zou minimaal onder de 40 cent een stoplossje leggen. En, en ja, het eerste target zou toch zijn. Ik ga voor de big uh, hit and run. Toch voor de 1. Oftewel 100% stijging weer. Maar goed als je richting 75 cent gaat. Dat is er ook een piekje geweest. Um, rond 70 cent. 40% stijging moet zeker wel Onder table kunnen zijn. Dus uh, met andere woorden, voor deze week een Zero X, het is. Um, met een krappe uh, stoploss onder de ja, 38 cent zou ik rond de 45 dollar cent wel een gokje willen wagen. Sterker nog, ik ga nu eentje kopen. En dat is dan via Coinbase, kun je het heel makkelijk vinden. En dan ga ik even Ctrl F doen. Dat werkt toch het snelste, denk ik. Zero X. Even kijken, 0x, nou moet ik toch even snel kijken op de search engine. Search engine, 0x, heel apart. Uh, 0x, oh daar is hij, bovenin. Um, dan ga ik even kijken, 0x voor 50 dollar wil ik die in ieder geval innemen. Opnemen voor 97 stukjes. Nou, ik rond het gewoon lekker af, 97 stuks. Koop ik nu. Dan gaan we kijken waar het schip strandt. Um, dan moet je natuurlijk ook met ideal betalen, dus dat is allemaal geen probleem. Dus dat uh, kun je of met coinbase coins betalen, maar die heb ik niet meer. Uh, die kunnen ook gelijk door station naar een extern adres. doe ik even niet. Ik ga heel simpel met ideal betalen Hebben ah, Amro. Dus uh, prima. Dan gaan we dat uh, via bankieren doen. ABN. Ah, ah, prima. Akkoord. Inscannen. Uh, dan gaan we deze doen 50 60 euro 60. Betalen we. Met deze betaal ik succesvol terug naar de webwinkel. Nou, gaan kijken wat er gebeurt bij Coinbase zelf. Gaan we terug. Orders. Als het goed is, staan die ook gelijk erin. Nou, Referral, oh nee, nog niet. Zie ik. Uh, meestal uh, worden die gelijk in de wallet gezet. Hoop ik dan dat het gelijk al uh, wordt uh, toegevoegd. Ah, Contentos hebben we gisteren gekocht. Staat het kleine minnetje. Nu 0x. 2% in min uh, ROI. dat komt natuurlijk met die kosten erbij. 97 um, stukjes in portfeuille Nou, prima. Dus um, ik zou zeggen. Houd ons website goed in de gaten. cryptochemie.nl Einde bericht. Tot de volgende keer. Hasta la vista. Ciao.